Hallo mensen, en leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. We gaan vandaag GTA 5 LSP voor vandaag ook in de T6. Komt hier nog even de verkeerspolitie even langs. Even kijken, we gaan vandaag in de T6, dat is echt onwijs wel aangevraagd. En ook weer een keer in de nacht, als jullie wouden toch liever nachtdienst, omdat je dan meer de reflectie en al ziet, dat is natuurlijk ook wel heel erg gaaf. In ieder geval, vergeet dan zeker een duimpje toe, vergeet niet te abonneren, dat zal super tof zijn. Dan gaan we alweer richting de 2.32k abonnees, dat zal super tof zijn als we dat zouden halen. Dan wil ik jullie wel sowieso alvast voor bedanken. We gaan vandaag een super tof dienst voor maken. Ben ik al in dienst? Ik ben zeker al in dienst. Dus we gaan eens kijken wat de dienst vandaag ons gaat opbrengen. Ik rij vandaag wel alleen. Binnenkort zou ik ook wel een keer met een collega gaan. Misschien binnenkort ook een keer als TSI. Dat is ook al weer beloofd in een vorige video. Dat we dan met twee Bearcats achter elkaar gaan rijden. Dus dat lijkt me heel erg gaaf om ook een keer op te nemen. Even kijken hoor, dan gaan we even kijken hoor. Toch had hij een slinger over de weg, maar ja. Ik hoor iemand schreeuwen hier achter me. Dat zal wel goed in de gaten houden. Mevrouw, u hoeft niet bang te zijn, hè. Oh, jij gaat te rood. Mercedes, jij gaat te rood. Het is een namaak van een Mercedes, hè? Dat zie ik wel. Misschien wil ik op deze plek wel een echte Mercedes neerzetten, dat is wat ik. Ja, ik zag je de rood rijden, vriend. Alweer. Maar ja, dat is op zich wel logisch. Bij het staan, daarom doen ze dat automatisch, zeg maar. Nou, je hoeft niet te schrikken, ik doe niks. Zo. Nou, iedereen kijk even, wat is hier aan de hand? Even kijken. Hoi. Oh joh! Politie. Oké. Ik had eigenlijk mijn wapens ook moeten pakken. Maar het stressraad pak ik mijn pistool. Even kijken, we gaan wel gelijk, proberen meneer te redden. Rijd alsjeblieft prio 1. Dan haal ik ook ondertussen heel eventjes ambulance deze erbij. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required in downtown Vinewood. Ja, ik sloeg hem echt hard op zijn hoofd hoor. Ik sloeg hem echt hard. Ja. De ambulance gaat hem nu verder ophalen en dan behandelen. In ieder geval, hij gaat mee naar de ziekenhuis. We hebben een 11351 in downtown Vinewood. Nou, we gaan gelijk zijn auto even controleren, want er zal toch wel iets zijn waarom hij dit doet. Hij stapt in één keer uit en had een hondenknuppel vast. Een bag of shrooms, wat is shrooms ook alweer? Is er iets niet van drugs of zo of iets? Shrooms, wat is dat? Oh nee, dit wou ik niet doen. Oeps, verkeerde. Ah, maakt niet uit. Deze kan in principe ook wel. Maar ja, dit doen ze niet echt in Nederland. Meestal doen agenten dit altijd zelf. En nemen ze hem zelf maar even voor me ook staan. Maar dit is wel echt Amerikaans. Dat ze dan een ander autobedrijf of zo hem ophaalt. Want bij ons komt er meestal altijd de berging of... En dan staat er altijd met een bordje met afgepakt erbij. Kijk, zeg maar, dan nemen ze hem zeg maar mee, zeg maar. Maar ik wil eigenlijk met de berging halen, maar het maakt niet uit. Nou ja, maakt niet uit. Het is wel Amerikaans. Maar we ook echt... Wat trouwens ook heb opgevallen in de reactie, want I know, ze doen meestal met, zeg maar, alleen een stopbord aan, zeg maar, iemand staande houden, dat weet ik. Maar zeg maar, LSP DFR is natuurlijk nog het meeste Amerikaans en in Amerika doen ze echt maar, zeg maar, heel blauw aan en dan kan je, zeg maar, op de knop drukken. Dus dat is het, zeg maar, juist. Dus ik moet het toch nog een beetje op de Amerikaanse manier doen. En jij rijdt er rood. Waar rijden veel mensen de rood, zeg vandaag?
Er reed ook bij hier een mevrouw aan. Zeg maar, kijk, moet ik het echt op de Amerikaanse manier doen. En ik kan al mijn stopbord aan doen. Meneer gaat er vandoor. Oh, we hebben in één keer een helikopter erbij. Collega, deze kant op. Volgt hier een eerste officier bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. We've got a 1099 en Alpha. Rijdt alsjeblieft Prio 1. 1202 OC, we komen eraan. 2010, we hebben zicht op de verdachte. Zo, waar rijden we eenmaal heen, joh? Zo! Oeh, dat moet ik ook niet doen. Ja, dat is wel heel lomp eigenlijk, hè, door het water heen. Maar man, ja, doe het even. Maar ja, deze bus gaat ook niet echt heel denderend hard, maar... Hij moet even... optrekken. Ja, ik zie hem rijden. Moet even oppassen dat ik hier niet in het water kan vallen, want dan ben ik al echt een pineut, zeg maar. Dan ben ik één, mijn bus kwijt en ik ben hem kwijt. Ze zijn verongelukt. Kom op, naar voren. Uitstappen, politie, laat die klauwen zien. Oké, ik ga hem er aanhouden. Collega's rennen even achter die andere man aan. U bent daar gehouden, meneer. Doe even mijn sirenes even uit. Haal ik ook gelijk mijn auto even weg zo. Meneer, u bent aangehouden. Wegens het negeren van stopteken en vluchten voor de politie. En volgens mij ook nog poging tot doodslag, want hij reed er bijna helemaal aan. Even kijken aan mijn collega's, die ga ik daar even helpen. Hij heeft ook een terroristenmask bij. Oké. Nou, meneer, dan ga ik even meenemen. Even kijken zo, dan ga ik eventjes een transport voor hem halen. En dan gaan we even op je knieën zitten. Eén collega vraagt om een assistentie. Ga ik even een tow truck voor deze halen. Rancho. Nu wel het goede klikken. Zo. Eén collega vraagt om een assistentie. In ieder geval, dan ga ik eventjes achter jouw vriend aan. Ja, bijna jongens. Moet het luchtalarm gaan houden, ik weet niet hoeveel van jullie het horen. Maar ja, het is eerste maandag van de maand, wanneer gebeurt dat? Stoppen, politie. Oh, taxi. Hij wil zeker niet gaan stoppen, deze man. Nee, ik ga niet tegen het verkeer in rijden. Hij pakt het vuurwapen. Rijd alsjeblieft Prio 1.
Hi. Ja, die is waar je wordt geraakt. Ambulance. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required in Rancho. Hallo. Oh ja, nu krijg ik ook de noodmelding. Nou, hij doet het. Daar ben ik in ieder geval blij mee. Het is toch altijd even fijn dat ik weet dat hij het doet, hè? De noodmelding. Gewoon lekker tijdens de video. Helemaal prima. Ja, hij heeft het wel overleefd, dat is mooi. Want dan kunnen wij verder onderzoek doen waarom ze dit deden. En de rood rijden en al. Hij moet nog steeds de Brandguard even aanpassen. Eigenlijk. 1201, dat is 1201 over. 1201. 1 Lincoln 18, citizens report, solicitation in Chamberlain Hill. Ik blijf wel de ambulance even ondersteunen als moet. En dit is voor mij een boxer toch, als ik het goed heb? 1202, oh, van de ambulance. Dat is toch een boxer of wel? Of is dat net die andere, dat weet ik dus niet. Zo! Gaat het meneer? Zo te zien wel. Hij redt nog. Maar of er komt door alle adrenaline die hij heeft nou gekregen. Zo. Haal een steker en over. Maar ja, dat doen ze hier in Nederland ook, dat weet ik. Ongeluk. Dan gaan wij zeggen. Alsjeblieft, prio 1. We zijn prio 1 onderweg naar een ongeluk. Een MVA, dat is een motor vehicle incident. Ja, maar Engels is niet allerbest. Zo! Wat is die politiehelikopter? Zo! Dit is wel naar. Even wachten tot het lampjes uit waren. Hij maakt gewoon ruimte voor mij. Dat vind ik wel heel lief, maar dan moet je nou niet voor me gaan rijden. Zeg je wel, het is wel ver rijden, moet ik zeggen. Mijn voorlampjes doen het niet meer. Mijn voorlampjes denk ik even. Nee! Oké. Toen deden mijn voorlampjes het niet meer.
Even kijken hoor, heb ik rechts voor. Oh, hallo meneer, dat is goed. Meneer? Ambulance. Een collega vraagt om uw assistentie. Assistance required in downtown Vinewood. Meneer, dat is goed. Zullen ze niet. En dat is interactie en ik heb nou net één mens geroepen. Nou, die auto werd gestolen. Oh. Maar die is kapot. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required in downtown Vinewood. Ja, er komt even een konijntje. Oh shit. Maar hij leeft nog, dat is mooi. En dan komt de berging aan. Dat was unbelievable. Son of a bitch. Op een of andere manier doen die lampjes het dan weer wel als ik zonder zo kijk. Dan zou ik wel even fixen naar de opname dan even. Dan zou ik ook hier bij de video even mensen bedanken voor het kijken. Vergeet zeker je naam ook toegeven te abonneren. Hier beneden zal super tof zijn. En zie ik jullie later weer bij een nieuwe video. Later. In